Een wielerwedstrijd kon niet ontbreken tijdens de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. In Filippinen werden twee etappes verreden van de Benen Ladies Tour. CTV Zeeland stond aan de eindstreep. Nou, 8 jaar geleden kwam ik gewoon met Geert Stevens in aanraking. En hij was organisator van Omloop het Nieuwsblad voor dames. Hij is een ontzettende wielerfanaat. Ook dames wielrennen zit hem heel hard in de genen om dat te promoten. En hij houdt van mosselen. En zodoende zijn we goed tot elkaar gekomen en toen hebben we gezegd, we gaan in Filippinen een wedstrijd organiseren voor de dameswielrennen. En daarbij hadden we gelijk al de gedachte van meerdere dagen te doen. En ja, waarom dan niet grensoverschrijdend? Het is de eerste grensoverschrijdende wielerkoers voor dames. En ja, dat is toekomstmuziek. Dit is een wedstrijd die nog jaren georganiseerd gaat worden, zonder meer. Dameswielrennen wordt over het algemeen een beetje onderkend. De dames, het prijzengeld is niet al te hoog. Ze leveren echt topsport. En nou, daar gaat ons hart naar uit. De dameswielrennen. De andere wielrennen zitten al zoveel in de picture. Wij dachten, laten we dameswielrennen promoten. Het is zo'n mooie sport. We hebben Nederlandse wereldkampioenen. We hebben nu een heel internationaal deelnemersveld. Met deelnemers uit Mexico, uit de USA, uit Nieuw-Zeeland, uit Tsjechië. Het is zeg maar, wat hier aan de start staat, zijn 15 mensen uit de top 20 van de wereld. Dus het parcours is voor dames toch een beetje onbekend. Toch. We hebben hier toch een paar stroken die à la Parijs-Roubaix heel slecht liggen. En van de week twitterde al iemand, mini Parijs-Roubaix, het wordt zwaar voor ons. Hi. It's really hurt today. Every time we have a couple, it's like, oh. Yeah. Wij zijn met ons diner, met ons idee ook gegaan naar meneer Reiniers en de andere leden van het bestuur van 200 jaar in Vlaanderen. Zij vonden het prima idee en zeker omdat het grensoverschrijdend werd. Het is niet alleen Zeeuws-Vlaanderen, het is Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland, Nederland, België, Benen Ladies Tour. Tevreden man? Zeker tevreden. Gisteren een mooie dag in Sint-Laurens en dan vandaag in Filippinen. Een hele dag koers. Vanmorgen begonnen met die tijdrit. En dan nou een mooie mini-uitgave van Omloop van de Braakman. Dus ja, we zijn zeker meer dan tevreden. Omdat het natuurlijk een tweedaagse is, heb je ja, met je logementen te maken. Dus je moet voor overnachtingen zorgen. Ten tweede natuurlijk de inschrijving van de ploegen. Hey, want natuurlijk zoveel mogelijk UCI-ploegen aan het vertrek hebben. En dan ja, de caravan, hey, de auto's in de koers. De voorspellingen zijn dat we gaan uitbreiden naar een vierdaagse. Dus we willen toch nog twee plaatsen eraan toevoegen. Dat is dan Sint-Laurens, Filippinen en dan nog twee andere etappenplaatsen.